Hoe werken de fantasiewaardes van Symbolica? In deze Team Bug Science duiken wij samen met de fabrikant van het ritssysteem, ATF Ride Systems, in de wereld van de multimove. Goedemorgen Sylvia. Goedemorgen. Ja, we zijn hier in Symbolica. We komen dadelijk achter de geheimen van deze prachtige attractie. Wat is jouw functie eigenlijk hier? Ik ben gastvrouw bij Symbolica. En wat houdt dat in? Ik start de attractie op, ik sluit hem af, ik laat de gasten in en uitstappen en ik help met alles waar ze hulp nodig hebben. Je bent vanmorgen vroeg begonnen. Ik ga je vandaag helpen. Ja. Wat kan ik dadelijk verwachten? We gaan beneden beginnen bij de voertuigen. Die gaan we van de lader afhalen. Dan gaan we de show opstarten om te kijken of dat alles werkt, of dat alles draait. En dan zijn we straks klaar om de gasten te verwelkomen. Je was hier al begonnen. Ziet het hier goed uit? Werkt het hier allemaal? Ja, dit is helemaal klaar. Dus we kunnen naar de volgende locatie? Ja. En dat is? De voertuigen beneden. Wat heb jij nou net precies gedaan met die schakelaar? Ik heb de attractie veilig gesteld, zodat de voertuigen zeker niet kunnen gaan rijden en zodat wij veilig door de baan kunnen gaan lopen. Dan heb je het over de fantasievaarders natuurlijk. Hoeveel heb je ervan? We hebben er daarvan 34, waarvan er 31 in de baan rijden en daarvan zijn er 2 voor de gasten met beperking. Daar wil ik zo wat meer over weten. Het bijzondere trouwens van deze voertuigen is, er zit geen rails. Ja, klopt. Daarom liggen ze ook elke avond aan de oplader en die halen we er dan 's ochtends ook weer uit. De voertuigen van Symbolica hebben geen rails en daarom is er ook geen vaste stroomvoorziening tussen de voertuigen en de baan. De fantasievaarders volgen daarom ook een speciale lus die verstopt zit in de grond en rijden op accu's. En deze accu's moeten elke dag worden opgeladen. We staan hier bij zo'n prachtige fantasievaarder in de Koningszaal. Mm-hmm. De voertuigen worden in de scènes dus opgeladen eigenlijk. Ja, klopt. Ze rijden elke avond als de gasten zijn uitgestapt naar een willekeurige plekje in de baan, naar een laadkast. En dan leggen we ze aan de stekker. En dus we moeten ze nu ook weer uit de stekker halen? Hoe werkt dat precies? Nou, het is eigenlijk net als een telefoon. Je haalt hem er gewoon uit en dan zet je hem aan. En dat voor alle voertuigen. Oh, ja, kijk. Klopt. De beugels gaan ook open. En we gaan zo open, dus ik ga je gewoon even helpen om al die voertuigen te activeren. Dat is heel fijn, dan zijn we zo klaar. Nadat de voertuigen zijn geactiveerd en gecontroleerd, moeten de fantasievaarders een online verbinding maken met de algemene computer. En dat gebeurt eigenlijk gewoon via een beveiligd wifi-signaal. Daarna worden alle voertuigen per stuk in de juiste richting gezet, zodat ze tijdens de testrondjes de juiste kant op rijden. De voertuigen van ATF Ride Systems communiceren eigenlijk altijd met de showcontroller, oftewel de showcomputer van Symbolica. En je moet je voorstellen dat
De shows staan in principe in een standaard modus. En pas als de voertuigen binnenkomen en dus communiceren met de showcomputer, dan gebeuren er dingen. Dat is natuurlijk in elke scène net even iets anders, maar je merkt dus eigenlijk hoe complex zo'n hele instelling is. Niet alleen de voertuigen moeten exact draaien en rijden op de juiste snelheid en ook de afstand houden, maar ja, ook de animatronics, de special effects, het licht en geluid, het moet allemaal samenkomen voor die ultieme beleving. En je kunt je voorstellen dat de Efteling en al zijn partners maanden is bezig geweest om dat te fine-tunen. En inmiddels draait de attractie fantastisch. Het bijzondere aan Symbolica is dat de voertuigen allemaal hun eigen positie kunnen bepalen en dus eigenlijk hun eigen route kunnen volgen. Het systeem is overigens geleverd door ATF Ride Systems, een Nederlands bedrijf, en het zit in Nederweert. Ik heb Rick naar de fabriek gestuurd om achter de geheimen te komen van de werking van de fantasievaarders. Ja, Danny, dat klopt. ATF Ride Systems uit de Limburgse plaats Nederweert is een van de grootste leveranciers van attracties in de industrie. Hun voertuigen staan inmiddels over de hele wereld, waaronder bijvoorbeeld Europa Park of Liseberg. Ik was de gast op het hoofdkantoor van ATF in Limburg en hier worden alle voertuigen ontworpen, gemaakt en ook getest. Ik heb een afspraak met Roy die mij precies gaat uitleggen hoe de multimovers werken. Roy, we staan nu naast het voertuig in het echt. Kun jij mij aanwijzen waar alle sensoren zitten van dit voertuig? Jazeker. Ik zal het verdelen in een aantal dingen die belangrijk zijn om het voertuig te kunnen laten rijden en kunnen laten communiceren. Dan zie je hiervoor de sensoriek, de treksensor, de inductieve sensor voor het lezen van de barcodes. Deze sensor bevindt zich daar. Hoe beweeg ik? Nou, dat zijn de aandrijvingen. We hebben de wielnavmotor die zorgt voor het rijden. We hebben de rotatiemotor die zorgt voor het roteren van het bovengedeelte. En we hebben een lineair motor die zorgt voor het sturen. Dus die houdt het voertuig op de lus. En dan hebben we nog het hart van het voertuig. Hier worden alle zaken mee aangestuurd. Voor de communicatie, we communiceren vanuit het signaaldraadje naar de treksensor. En we communiceren via wifi naar de overroelcontroller. Om aan te geven hoe de besturing werkt, heeft ETF speciaal voor ons een testopstelling gemaakt. En wat we hier zien is de lusdraad die normaal gezien in de grond zit en de sensorbox. En als ik dus de opstelling beweeg met de lusdraad, zul je zien dat de sensorbox deze lusdraad gaat volgen. En daarmee dus ook het richting van het voorste wiel meebeweegt. En zo bestuurt de lusdraad dus het voertuig. Eigenlijk heel eenvoudig. Maar het opladen van deze voertuigen gebeurt niet via die draad, toch? Nee, dat gebeurt niet via die draad. In principe is de energiehuishouding van het voertuig zijn batterijen. Het zijn gewoon gelbatterijen. 336 amperuur en worden gedurende de nacht geladen. De capaciteit is ongeveer 12 tot 14 uur per dag kun je met dit voertuig rijden zonder te laden. En gedurende de nacht worden de voertuigen geladen. En daar is ongeveer 9 tot 10 uur tijd voor nodig. En dan is de laadcyclus klaar en is het voertuig weer gereed voor de volgende dag operationeel te zijn. Qua veiligheid zit er een aantal componenten op het voertuig. Allereerst, hieronder zit hier een laserscanner. Die tast het gebied voor het voertuig af of er een obstakel in dat gebied komt. Zodra er een obstakel in komt, zal het voertuig in de eerste instantie naar een langzamere snelheid gaan rijden. Komt die nog dichterbij, dan zal die stoppen. Dan zie je rondom het voertuig een bumper zitten. Wij noemen dat de bumper switch. Op het moment dat je die activeert, of ik schop er tegen of hij komt een obstakel tegen, dan zal het voertuig stoppen. Het lusje, het signaaldraadje waar we straks ook al over gesproken hebben, op het moment dat ik dat uitschakel, dus van extern zeg ik het signaal valt af, zal het voertuig naar een veilige stand gaan. Dat principe gebruiken we ook bij het in- en uitstappen. Op het moment dat ik in het station ga uitstappen of ga instappen, is het van belang dat het voertuig niet beweegt als ik in- en uitstappen ben. Dus hetzelfde principe van het stukje lus uitschakelen doen we ook in het station.
Oké, de LUS bepaalt dus hoe het voertuig zich door de attractie beweegt. Maar hoe weet het voertuig nou waar die zich in de attractie bevindt? Nou, daar zijn ook weer twee componenten voor nodig. Dat is een inductieve sensor en een aantal metalen plaatjes. Dit zijn 7 plaatjes. Deze inductiesensor ziet het verschil tussen niet-metaal en wel-metaal. Dus met andere woorden, als ik hier overheen ga, dan zal de sensor metaal zien en hier ziet de sensor geen metaal. 7 plaatjes bepalen 1 vloercode. Zo noemen wij dat bij ETF. Op het moment dat ik de code volledig gelezen heb, weet de voertuigcontroller, het voertuig bevindt zich op die locatie in de ride. Aan de hand daarvan kan hij een intern programma laten draaien waar je van zegt, bijvoorbeeld over 2 meter of over 1 meter moet ik gaan roteren of langzamer of sneller gaan rijden. Of ik geef informatie via mijn wifi-communicatie naar de overall controller dat bijvoorbeeld de lampjes in de scène aan moeten of dat de animatronic moet gaan bewegen. Oké, dus per scène zit zo'n barcode op de vloer bevestigd en zodra een voertuig hier overheen rijdt, weet hij, ik zit in scène 1 en zal die daarop sneller gaan rijden, achteruit gaan rijden, roteren of zelfs dus inderdaad naar de show control zeggen, deze muziek moet nu starten. Correct. Het is een vast referentiepunt in de ride voor onze besturing. Nou, hier zie je alle voertuigen zoals je ze net op de testbox zag staan. Worden ze hier op de draad gezet, op de lusdraad gezet en wordt het volledige systeem getest. Dus de voertuigen, maar ook de overall control, wat wij het ride control gedeelte noemen. Dus alle functies die binnen de ride nodig zijn, worden hier nog een keer getest. Denk daarbij aan stationsafhandeling, in- en uitstappen van mensen, bepaalde modus van de ride, langzame snelheid zoals je hier kunt zien. Inmiddels weten we hoe het systeem werkt. Maar er is nog iets bijzonders aan het systeem van ATF Ride Systems. Het is ook toegankelijk voor mensen met een beperking. Hoe dat zit? Terug naar de Efteling. Het bijzondere van het systeem van Symbolica is natuurlijk dat de voertuigen trackless zijn. Maar er is nog iets bijzonders. Jullie hebben een apart station gebouwd. Daar staan wij nu. Ja. Waar zijn we? Wij zijn nu op het station voor de gasten met beperking. Hier kunnen ze in alle rust in- en uitstappen. Waarom is er gekozen voor een apart station en niet gewoon tussen de in- of de uitstap gasten in te laten? Zodat ze hier dan in alle rust en in alle tijd hun in- en uitstap kunnen doen. Stijn, ja, we kunnen het zien, je zit in een rolstoel. Wat heb jij precies? Ik heb een vorm van jeugdreuma en dat houdt in dat ik wel korte afstanden kan lopen en korte tijden kan staan. Alleen voor de langere dagen, zoals vandaag in de Efteling, gebruik ik mijn rolstoel. Nu ben je pretparkfan. Klopt. Lijkt me best lastig dan, als je pretparkfan bent en je zit in een rolstoel. Ja, klopt. Alleen gelukkig is de laatste tijd steeds meer toegankelijk en kan ik steeds meer parken en attracties bezoeken. Dus ik hoop dat die lijn door blijft zetten en dat over een tijdje alles toegankelijk is. ATF Ride Systems heeft samen met de Efteling een systeem ontwikkeld met een apart station. Waarom is dat zo belangrijk dat die ontwikkeling daar zit? Nou, ik ben al heel erg blij dat het mij de mogelijkheid geeft om Symbolica te doen. Maar daarnaast is het fijn dat ik gewoon in alle rust in en uit kan stappen en daarbij niemand hinder en gewoon een rustige tijd kan nemen. Maar ervaar je die druk wel bij andere attracties? Is dat vervelend toch? Ja, die druk die ervaar je wel een beetje, vooral omdat andere gasten naar je kijken. Het is wel een druk die je eigenlijk jezelf oplegt. En het is wel, het is af en toe wel vervelend. We hebben net gezien ook hoe jij instapte en hoe soepel dat allemaal ging. Ik kan me voorstellen dat je zegt, ja, waarom dat niet bij andere attracties? Ja, klopt. Ja, het ideaalste zou zijn natuurlijk dat dat overal het geval was. Maar ja, dat is jammer genoeg nog niet zo ver. Welke opdracht zou jij de pretparkbranche in het algemeen nog willen geven, zowel leveranciers als de pretpark? Ik hoop eigenlijk dat parken samen met attractiebouwers gaan kijken naar wat er allemaal mogelijk is om zo het beste te creëren. En zo eigenlijk de attracties nog toegankelijker te krijgen voor een nog bredere doelgroep. Exact, en hopelijk is over een tijdje dan alles gewoon toegankelijk voor iedereen. Thank you.
ja. De eerste gasten lopen nu naar binnen. Ja. Komen ook alweer naar buiten. Genieten ontzettend. Wat een bijzondere attractie symbolica eigenlijk, hè? Ja, we zien die gasten elke dag genieten en daar doen we het voor. Daar doe je het uit voor. En wat ik wel leuk vond is, ja, je hebt natuurlijk het hele technische verhaal van die prachtige fantasievaarders. Maar uiteindelijk heb je het licht, het geluid, de special effects, de animatronics. Het moet allemaal wel mooi samenkomen. Ja, en daarom staan we elke ochtend vroeg op om het allemaal gereed te maken voor de gast. Hele bijzondere ervaring. Dankjewel dat ik jou mocht meehelpen vandaag. En ja, ik ga je weer aan het werk zetten, want volgens mij willen de gasten weer snel instappen. Dankjewel. En vond je dit nou een leuke video? Doe dan je duimpje omhoog. Abonneer op Theme Park Science. En we hebben een ontzettend gaaf gesprek met ATF Ride Systems en met de Efteling over toegankelijkheid van hun attracties. Die kun je vinden in onze podcast. En die staat dan weer in een linkje in de omschrijving. Vanuit deze plaats, ATF Ride Systems bedankt, Efteling bedankt en tot de volgende video.